Hey Feyenoorders, welkom terug bij Into the Weekend. Ja, ook dit seizoen gaan we weer op pad met onze spelers van het eerste team. En we trappen dit seizoen af met aanwinst Thomas van der Belt. Op zijn verzoek gaan we iets heel spectaculairs doen, dus laten we hem snel opzoeken. Ga je mee? Bevalt het jou in Rotterdam? Ja, goed eerlijk gezegd. Ja? Ook appartementje hier. Heb je dat snel kunnen regelen? Ja, vrij snel ook. Ook omdat het Schans was al een tijdje bekend. Ja. Dus het zat eraan te komen. Ik denk dat ik eind mei al kon kijken voor een appartement. En toen is eigenlijk alles vrij snel geregeld ook. Dus veel bezichtigd ook of niet? Drie achter elkaar. Alleen bij de eerste was ik gelijk al wel een beetje overtuigd. Dus wist ik, nou, deze gaat wel worden. Ja. De andere twee waren niet ideaal. Dus samen met mijn vriendin de keuze gemaakt voor het eerste appartementje. En wat maakte het dan zo'n makkelijke keuze? Waar voldeed het appartement voor jou? Nou, met name de indeling van beide slaapkamers, twee grote slaapkamers ook. Ja. Dus dat hielp ook wel mee. De andere was net iets kleiner slaapkamer, iets grotere woonkamer. Maar ja, alles was ideaal zo. Parkeerplekken erbij, wat ook wel belangrijk was. Dus, lekker zeg. Ja. En vlak bij de club, dus goed aan te rijden? Ja, ook nog kleine 10 minuutjes rijden, dus dat is belangrijk. En die tweede slaapkamer, want ik neem aan dat je wel af en toe logees uit Zwolle laat overkomen, ja, of niet? Ja, uit kampen waar mijn ouders wonen, als die een keer kijken mijn west gaat of zo, dan is het handig als ze een keer kunnen slapen. Ja. Het is wel een eindje rijden, dus dat is fijn. Hoe bevalt het je ouders in de Kuip? Ja, leuk. Zwolle is wel wat anders dan de Kuip natuurlijk. Ja. Een ander sfeertje, maar ze waren laatst bij de laatste oefenstrijd met Vika en de Johan Cruijffs waren ze er. Maar toen waren ze wel onder de indruk van de sfeer en de supporters. Dus, ja. Leuk hoor. Ja, zeker. En hoe ben je ontvangen in Rotterdam? Ja, goed ook. Ik denk dat iedereen wist dat wel een beetje. Mm-hmm. Toevallig toen we met het team met Tech nog op Ibiza waren voor een paar dagen, was fijn dat ook. Ja. Dus we kwamen elkaar een beetje tegen, dus toen was er een goede kennismaking. En een paar jongens wel eens tegen gespeeld. Toevallig dit seizoen nog voor de beker tegen elkaar gespeeld. Dus ja, ik had ze wel gezien. Dus eigenlijk goed ontvangen door iedereen. Had je meteen een goed gevoel erbij bij het team ook? Ja, zeker. Zeker. En ook... hoop leuke jongens. Belen is ook overgekomen vanuit Zwolle, die ik goed ken. Wist je dat toen al? Dat er een beetje iets speelde of niet? Nee, wist ik niet. Ik had wel het gevoel van er gaat wel iets gebeuren met hem. Alleen ik wist niet, ik had ook niet verwacht dat hij zomaar hierheen zou komen. Maar nee. Alleen maar leuk ook. Ja, zeker. En in Rotterdam zelf, je zei eigenlijk bevalt het me hier wel goed. Heb je al veel van de stad gezien ook? Jawel. Als we vrij zijn, even met mijn vriendin iets gegeten in de stad. Of even naar een paar winkels toe. Dus zo heb ik wel wat kleine stukjes gezien. Het enige is als ze soms iets zeggen over de markt, dan denk ik wel, oh ja, daar is dat. Oh, ja. Moet nog wel een beetje nadenken van waar alles zit, maar wel leuke en gezellige binnenstad. Ben je een beetje goed in je oriëntatie dat je inmiddels weet waar je heen moet? Nou, de weg naar het stadion ken ik inmiddels uit mijn hoofd. Maar naar de stad, de stad kom ik niet heel vaak. Af en toe kom ik daar. Ja. Dan weet ik, oh ja, dit en dit zie ik en dat herken je wel. Maar daar moet ik nog een beetje oefenen. Dus nog wel wat Rotterdamse specialiteiten uit te zoeken. Ja. Nice. Hey, je had een heel goed plan eigenlijk voor vandaag. Ik kwam natuurlijk van de week naar jou toe met... Hey Thomas, wat wil je gaan doen met Into the Weekend? Ja. En toen zei jij... Ja, ik zei ik wil een skydive. Ja, hoe kom je daarop? Ja, ik weet het niet. Ik denk, het kan wel iets makkelijks zijn. Maar ik denk dat dit niet heel vaak voorkomt en niet heel vaak gedaan wordt. Dus ik denk, nou doe ik dit. Ja, want het stond nog op jouw bucketlist? Ja. Nou, dit is volgens mij relatief veilig. Maar we hebben het gevraagd, ja, je mocht het doen. Nou ja, ik vind het wel wat hebben. Dus daarom dacht ik, nou, ik wil het wel een keer doen. Nou, dit is een leuk moment om dat uit te voeren, denk ik. En ben je sowieso een beetje een adrenaline junkie? Dat valt wel mee. Ja? Ja, ik moet zeggen, valt wel mee. Ja, ik vind het leuk om te doen, maar als er echt veel adrenaline bij komt kijken, dan sta ik niet vooraan, denk ik. Dan wordt het een beetje te heet onder je voeten. Iets te heet, ja. En heb je al vaker iets met hoogtes of met vliegen of zo gedaan? Nee. Ik zou ook nog wel een keer uit de vliegtuig willen springen met een parachute om naartoe. Ja.
als je carrière voorbij is. Eerst dit maar eens en dan uit de vliegtuig springen. Ja, dus. Groot gelijk. Nou ja, het is wel een goede test alvast, toch? Ja. Ja, of je het gevoel een beetje relaxed vindt. Is een voorproefje inderdaad. Ja, ja. Nice. Oké, okay, nou ik zou zeggen laten we er naartoe gaan. Ja. Nou, we zitten inmiddels bij City Skydive. Wat is je eerste indruk? Ja, leuk. Ik zie mensen veel vliegen, dus dat is een goed teken. Ja, ik zie wel heel veel instructies, dus ik denk dat we straks wel even goed moeten luisteren wat we mogen doen. Ik denk dat we die ook even nodig hebben. Ja, zodat we wel echt helemaal die tunnel in gaan, want dat ziet er wel het vetste uit. Dat is wel de bedoeling, ja. En het gaat echt heel hard. We zagen net al 233 km per uur, 160 km per uur. Ja, dat zijn aardig snelheden. Die hou je hier niet, toevallig hier. Heb je al veel dingen met G-krachten wel eens gevoeld? Nee? Nee, geen idee. Ja. Zou je vriendin dit trouwens ook leuk vinden, denk je? Ja? Ja, vind ze ook wel leuk. Wat zei ze toen je aangaf dat je hierin ging? Mag ik mee? Mag ik mee? Ja. Ik zei, nee, doen we binnenkort wel een keer samen. Dus, ja, dat is wel een goeie. Dan kan jij het al een beetje voordoen natuurlijk. Dan kan ik haar een beetje instructies geven. We hadden het net al even over de natuurlijk. Jullie zijn nu voor het eerst gaan samenwonen in Rotterdam. Ja. Hoe bevalt het? Ja, goed ook. Ik denk, ik had een appartementje in Zwolle en daar was zij wel veel. Ik daar naar de trainen, het was dicht bij het stadion, dus zij was vaak bij mij. Dus dat was prima, maar toen ik naar Rotterdam ging en ik hier ging wonen, zij woonde in Amsterdam. Dus toen zei ze van ja, ik ben veel hier, trainingen zijn zwaar, dus ik ga hier ook veel blijven. Dus toen zei ze van ja, ik vind het ook wel leuk om bij je in te komen. En in het begin had ik nog een beetje gevoel van ja, is dat oké? Maar later dacht ik van ja, ik vind het ook wel fijn dat ze bij me in is. Ja, dat is wel gezellig goed, toch? Ja, heel gezellig. Ja? Oh, dat is goed om te horen. Ja. Nog veel discussies gehad over het inrichten van het huis? Nee, ja, ik heb het in het begin wel... Ja, we hebben een paar discussies gehad, maar ik heb het gauw uit handen gegeven. Kunnen vrouwen toch iets beter, denk ik. Ja? Ja. Dus het ziet er nu wel gezellig uit? Ja, nu is het steeds gezelliger. Het is nog steeds wel een paar lege plekjes, maar ik heb net al een fotootje doorgestuurd van is dit leuk, is dat leuk? Dus ze is er wel druk mee bezig. Oh, dat is wel leuk. En volgens mij ging je ook een speciaal plekje maken voor je prijzen, toch? Ja. Hebben die inmiddels een plekje gekregen? Ja, ik heb een plekje, maar een beetje achteraf. Een beetje achteraf, niet te veel pronken ermee. Nee, dat is ook wel slim natuurlijk. Hou je voeten maar op de grond dan. Straks, mag je ze nog laten. Ja. En hoe lang hebben jullie al een relatie? Nu denk ik 9 maanden of zo. Alleen, ik ken specifiek, haar al lang. Specifiek, heel goed. Ja, zoiets, een beetje periode. Alleen, ik heb met haar op de middelbare school gezeten. Ja. Dus toen we denk ik 13, 14 waren, toen hadden we al wel wat. En toen ging zij naar een andere school toe. En ik werk bij backvoetbal, dus ik bleef daar wonen en daar op school zitten. Toevallig was ik een keer uit met vrienden en toen kwam ik haar precies daar tegen. Toen hebben we weer een beetje contact gekregen en contact gehouden en zo weer samengekomen. Ja. En hoe bevalt het leven haar ook, een beetje als voetbalvrouw? Ja, zo ziet zij zichzelf niet eerlijk gezegd, omdat ze ook ze studeert. Ze zet ook haar eigen dingetjes. Gewoon, Dus dat vindt ze ook fijn om dat te houden en ik heb een voetbal wat belangrijk is en daar leeft ze ook heel erg mee. En zij heeft daarnaast ook haar eigen leven en haar eigen... sportieve dingetjes. Ja. Kan ze wel vaak naar je komen kijken? Ja, nu wel. Ze deed altijd hockey. Alleen hockey is vaak op zondagmiddag. Dus het is gezegd van nou, ze had ook niet zoveel plezier meer in. Dus ze vindt het ook heel leuk om bij mij te kijken. Dus ze is gestopt met hockey en nu veel sporten. Een beetje daarnaast, veel in de gym en dat soort dingetjes. Oh, ja. En dan bij de wedstrijd bij mij kijken. Wat ze ook heel leuk vindt. En voorheen ging jij ook wel vaak bij haar kijken? Ja, ik ben ook vaak bij haar hockey geweest. Dus zo was het een beetje. Ik kwam bij haar, zij kwam bij mij. Dus goeie support, goed systeem. Ja. Klinkt hartstikke goed. Ja. Hey, ik denk dat we ons moeten gaan klaarmaken, want we krijgen zo meteen de instructies.
Gefeliciteerd. Dankjewel. We zijn geslaagd voor de skydiver. Dankjewel. Ik heb persoonlijke diploma's voor jullie. Dit is voor jou, Thomas. Dit is voor jou, Masje. Dankjewel. Wat leuk om te zien, rechts onderin, bij de witte kant, staat je windsnelheid. Die hebben we voor jullie opgeslagen toen jullie aan het vliegen waren alleen. Zo. Klein verschilletje, klein verschilletje. Alleen uit het vliegtuig springen, zodat ongeveer ook je minimale valsnelheid zijn. Oh. Dus dat is fijn om te weten. Dan weet je dat alvast als je ooit een vraag over krijgt. Okay. En de vinkjes, die hebben jullie gedaan, die hebben wij gezien, die hebben jullie afgecheckt. En de kruisjes, ik zie dat Thomas eentje meer heeft. Netjes hoor. Dat is goed. En de kruisjes, ja, dat is eigenlijk een rokketje. Mocht je het echt leuk vinden, kom een keertje terug. Dan kunnen we die met jullie gaan doen. Ja, heel tof. Dankjewel. Ja. Tot bijna dag nog. Dankjewel. Maak een mooie dag. Ja. Kom goed. Hoe vond jij het? Ja, gaaf. Wat vond je het vetste van alle dingen die je hebt afgevinkt? Ja, ik zit even te kijken. Een klein rondje draaien vond ik wel prima. Tenzij niet te hard ging, hè? Ja, dan was het even spannend. Ja. En jij ging er je eentje uit. Ik had wel elke keer nog een duwtje in mijn rug nodig. Maar het was wel echt heel vet om te doen. Gek goed idee van jou. Ja. Heb je vaker met werk ook nog adrenaline kicks? Voordat je het veld ontmoet in de catacombe of zo? Ja, juist in de catacombe. Maar ook als je, stel je zit op de bank, is het vervelend. Maar als je in moet vallen, zeg maar, je hebt toch iets minder spanning. Maar als het moment komt van je moet invallen, dan komt ook even alle adrenaline naar boven. Had je het ook nog trouwens met de open dag in de Kuip? Want het is natuurlijk de tweede keer dat we samen de lucht in zijn gegaan. In het begin niet zo, maar toen een helikopter bij de Kuip kwam, toch wel iets meer kriebels en ook wat het gevoel van ja, het stadion zit vol, je kijkt de Kuip in. Dus dat was mooi om ook dat zo te ervaren. Ja. Over de Kuip gesproken, aankomend weekend, de allereerste Eredivisie-wedstrijd. Wat zijn je verwachtingen? Ik denk dat we een goede voorbereiding gehad hebben. Ja, Kruis is helaas verloren, maar ik denk dat we met z'n allen goed bezig zijn. En voor een goed resultaat kunnen gaan tegen Fortuna Sittard. Het zal wel lastig worden, maar... Wat denk je dat de lastige dingen gaan zijn? Ze hebben nieuwe trainer, ook een paar nieuwe spelers. Dus misschien dat ze iets ander systeem dan afgelopen jaar. Alleen als Feyenoord in de Kuip speelt, dat geeft ook wel iets extra's. Dus. Dan gaat iedereen er wel achter staan natuurlijk. Hoe is je gevoel trouwens met de supporters? Ja, ook fijn. Als ik heb twee keer op de bank gezeten tegen Benfica en tegen PSV. Dan krijg je de sfeer ook iets meer mee. Maar dan merk je wel dat het echt een groot stadion is waar de supporters echt voor achter de club staan. Dus dat is echt... Ja, nou, heel veel succes komend weekend. En ik zou zeggen, geniet van je certificaat. Die Thomas weet wel een vette activiteit te bedenken. Heb jij nou ook een goed idee voor een van onze spelers? Laat het dan zeker hieronder weten in de comments. En natuurlijk ook wie je wil zien. Bedankt voor het kijken naar Into the Weekend en tot volgende week.